scheurende motoren in Baarlo waar de Nachtcross werd georganiseerd. Er waren dit jaar 140 inschrijvingen. Allemaal een passie voor de cross. Dania, Dania is in één team, nummer 76. En nummer 14, Val van de Ham uit Baarlo, kwam als tweede door. Val die heeft ook gedacht, ik moet voorin zitten. Ik ben in hart en nieren crosser. Ik heb die crossgenen in mijn bloed zitten. Ik raak ze ook niet kwijt. Dus ik ben hier lang eigenlijk nog steeds iemand. Dat zet als ik van een sport kan houden, waar zoveel mensen zoveel plezier aan kunnen beleven. Dat is toch heerlijk om te doen, jongen. We zijn met een heel vast clubje van denk ik een man of 30, 34. En in totaliteit aan vrijwilligers zitten we bijna tegen de 100 aan, denk ik. Voor zichzelf ook nog. Nachtcross hier. Ik kreeg net door in Veulen wat de eerste wedstrijd, tweede geworden. Voor zichzelf wel op het spel. Ja, we proberen natuurlijk gewoon te winnen. Dus vorig jaar is het allemaal wat minder gegaan. Het jaar daarvoor tweede in de nachtcrosscompetitie. Dus ja, ik weet wel wie het moet en wie het geit. Nu we het materiaal gaan, alsjeblieft, dan komt het helemaal goed, hoop ik. Ja. Ik ben nog bij de oprichting van de Autosport Unie Zuid geweest. Ik heb er nu een paar jaar gewoon ook allemaal puur voor de lol heb ik die wilde crossen gedaan. Toen is de ASUZ ontstaan en vanuit die ASUZ is later die hele nachtcrosscyclus ontstaan. Met een enorme boost zoals je die gehad hebt. Begon een beetje in Kessel en later kwam Baarlo erbij met de Koningscross. Dat is natuurlijk een gouden greep, dat soort evenementen. We hebben er 5 dit jaar. Tot zover heeft het zich uitgebouwd en uitgebreid. Ja, de sfeer, aantal riers. Van tevoren, ja, een cameraman jongeren heen. Je hebt de hobby in de shop en een paar keer per jaar gaat rieën. Dus, Ja, we hebben de hele winter hard gesleuteld. En toch nog dingen kunnen vinden die beter konden. Dingen aangepast. En ja, we gaan er weer vol voor, hè. En 142. Jaar. Is dat de eerste jaar dat zich hier in die sprintklassement is of heeft zich al een verder verleden? Ik ben op mijn 13e begonnen in de juniorklasse, toen met een Suzuki Swift. En daarna ben ik overgestapt naar een junior buggy. En dat is 600cc, 2 jaar lang gedreven, ook in de sprinter. En nu deze winter hebben we deze auto gebouwd en dat is de eerste keer dat we nu weer gaan rijden met dit concept. Ja, Hans Metz, we zien hier iedereen staan, maar het is allemaal tussen de 18 en 25. En dan zie ik hier Hans staan. Ja, de zoende lag wel. Maar Hans, hoe is het, jong? Ja, goed, goed. 23 FM, dan hebben we 52. Hè? Kunnen we ook meedoen. Hé, hey, maar voor dich, Hans, de zoveelste keer, dat is hier met huis. Wat guurt dich het jonge bloed voor de eerste keer in de start te staan? Nou, jonge bloed wil ik niet direct zeggen, maar het leuke dat ze met veel mensen zo'n auto bouwt. Een jonge bouwde auto, dus voor mij. Ik heb zelf niks te doen, alleen maar te rieën. En die over de fun mijn, dus altijd leuk. En we hebben een nachtcross kampioen, een koningsnachtcross kampioen vanavond. Als we hem straks gehad hebben, 85 wagens hier op de baan. Hier zien ze, knettergek. Jelle Heijmans uit Kesselijk won de nachtcross.
Frik van Wielik uit Baarlo werd tweede. Een derde plek was voor Nick Bloemendaal uit Mierlo.